Herman. Sam. We gaan het over iemand hebben die jou in de straat hoort, hoorde ik. Dan weet ik het. Want ik dacht dat je me ging verrassen, maar als je het gaat hebben over iemand die mij in de straat woont en het gaat over sport, dan kan dat maar één iemand zijn. John Veskes. De? De Beitel. De Beitel. Ja. Waar komt die naam vandaan eigenlijk? Weet jij het? Ja, ik wil John niet beledigen en ik weet het, maar ik denk door zijn onderkaak. Klopt, ja. Je heeft hem bedacht, weet je dat ook? Nee. Nou ja, Henry van Amersfoort, ik weet niet of je hem kent. Nee. Ze verzorger van Willem II, die bedenkt allebei namen. Daar heb jij laatst een gesprek mee gehad. Heb ik gezien. Ja, wel meerdere gesprekken. Nee, oké, maar op Tilburg TV, heb ik gezien. Maar goed. Johnny. Ja, nou, heren, dames, dan ga ik toch even, want Tilburg TV is natuurlijk ook gesponsord door hier in Ottemutsers. Maar dit boek is niet meer, je hoeft niet naar de winkel te komen, want het boek is helemaal uitverkocht. Dit was even een huishoudelijke mededeling. Maar we gaan het er wel over hebben. We gaan het er wel over hebben. Ja, ik heb hem, even kijken hoor, John Veskes. Ik heb hem wel zien voetballen. Wat was het voor iemand? Nou, heb jij hem zien voetballen? Ik heb hem niet zien voetballen. Ik heb wel boek gelezen, ja, uiteraard. Oké. Het is wel in de tijd dat ik veel minder in het stadion kwam als dat ik vroeger kwam. Dus in die zin, maar van de televisie, hè, want hij voetbalde. Hij heeft bij NAC gevoetbald, Willem II. RKC nooit. Jij weet nog meer. Dus ik zag hem wel eens op Studio Sport. Ja, ik denk een verdedigende middenvelder. Ja, klopt. Ja. Hij stond ook wel eens achterin, jongen. En dan schoof hij vaak, schoof hij vooruit. Ja, iemand die het flink van zijn fysiek kon hebben, hoefde niet. Het is een Broekhovense jongen die toch qua voetbaltalent daar wel uitklom. Ja? Technisch ook wel, ja. Want veel mensen zeggen dat hij juist niet de bijzondere voetballer was in de Eredivisie. Dat het gewoon een speler was die zijn ding deed en niet meer moest doen, niet minder moest doen. Ja, maar daar... Ik bedoel, daar is al best bijzonder als Tilburgse jongen. Ja, oké, okay, als je komt op Tilburg je komt niet zo ver. Als, ja, dat is, je weet hoe moeilijk het is aan de top te komen. En je moet mazzel hebben. En hij komt natuurlijk uit een buurt Tilburg waar je vraagt waar de mazzel zit. Maar hij heeft zichzelf wel helemaal opgeworpen. Dat is wel zijn kwaliteit. En dat is niet omdat je er zo mooi uitziet. Sorry John, je bent hartstikke knap. Laat het hem niet horen hoor. Nee, ik eerst Tommy Beugelsdijk en nou John Veskes. Rustig. Hij weet waar ik woon. Hij heeft een grote hond. Dus het is puur op zijn voetbalkwaliteit. Het ging nog bijna fout, hè? Heb je dat meegekregen? Ja, jij hebt het boek gelezen. Hij was speler bij Broekhoven. En hij ging mee op stage met Willem II naar een buitenlandse toernooi. En er was één afspraak. Hij mocht mee, maar hij zou niet spelen. Zou hij wel spelen, dan ging hij niet naar Willem II. En volgens mij was Piet de Visser toen zijn trainer. En die zei van, dan zetten we iemand anders op het wedstrijdformulier. En dan speel je maar gewoon en dan komen ze er niet achter. Maar voor wie mocht hij niet spelen? Hij mocht van Broekhoven niet voor Willem II spelen. Ah, ik snap. Maar wat gebeurde er toen? Ja. Broekhoven had iemand gestuurd om te kijken van gaat die John wel echt mee om alleen maar op de bank te zitten? En was dat in het buitenland? Dat was in het buitenland en toen is er een hele zaak geweest met getuigen en uiteindelijk is hij vrijgesproken. Maar het had niet veel gescheeld of hij had nou gewoon, wat deed hij? Schilder? Was hij schilder? Stratenmaker, dankjewel. Ja, stratenmaker. Dat zou goed zijn. Of hij was nog steeds stratenmaker geweest. Zo zie je maar hoe dun het lijntje kan zijn. We hebben het over Vardy gehad, dat is precies hetzelfde verhaal. En dan heeft hij toch lang, ik bedoel, hij heeft uit zijn carrière heeft hij uitgehaald wat erin zat. Hij heeft tot latere leeftijd heeft hij in betaald voetbal gespeeld. Ja. Hij is trainer geweest bij RKC, jeugdtrainer. Assistent trainer. Hij werkt nu bij PSV. Ja, als analist. Ja, goed. Contractverlenging met een jaar. Nou, kijk eens, onze kenner. Prima maar, CV heeft hij erop. Ja, precies. Ja, dus hij zit nog steeds in de wereld. Maar wat maakt dit boek dan zo'n groot succes? Want hij is gewoon uitverkocht. Tilburgers, hoe moet ik het zeggen? Op en top Tilburger, uit de Volkswijk. Is de stad niet uitgegaan, woont nog steeds in Broekhoven. Waarschijnlijk had hij ook een groter huis kunnen wonen of ergens in de Blaak of misschien wel, weet ik waar. Nee, gewoon die jongen die is thuis waar die geboren is, die voelt zich eigenlijk, doet niet groter dan dat hij is. Dus zijn manier van voetballen, want dat is ook een beetje zijn manier van voetballen. Dus, doe maar niet zo gek, doe maar gewoon werken. Eigenlijk kan de lezer zich met hem identificeren. Ja, als jij niet van die
zelf niet van die fratsen in je hebt, maar gewoon doe maar normaal en doe wat je moet doen, en, maar doe daar goed. Dan zo'n man was, is het nog hij steeds, is wel een grote denk mond, ik. Hè? Dat heeft hij altijd wel gehad, hè? Dat hij zijn eigen mening, die laat hij wel horen. Nou, dat is alleen maar mooi. En het supporterscafé heet nu toch een Bijtel? Ja, nog steeds. En dat zal ook niet meer veranderen, denk ik. Kijk, hier zit hij nog naast Verstreppel. En waarom die dan? Hij is wel ontslagen bij Willem II. Of hij zijn contract is niet verlengd. Daar heet hem misschien wel zeer gedaan. Ja, maar het blijft wel profvoetbal. Nee, en hij moet werken. En PSV wil hem wel hebben. En terecht, denk ik. Ja. Het is een kundige man. Ja. Maar goed, ik zou zeggen van, waarom moet iemand dit boek lezen? Maar ze kunnen hem niet meer lezen. Ja, kijken of het nog ergens te koop is op boekwinkeltjes.nl, Marktplaats, bel eens bij hem aan. Maak je is het de moeite bel waard? Bel eens bij John aan, misschien mag je het boekje lenen, hij heeft vast één thuis. Is het de moeite waard? Xam, jij hebt het meegenomen, ik heb het niet gelezen. Ik zou het iedere Tilburger aanbevelen. Xam, raad dit iedere Tilburger aan, maar de exemplaren zijn, die ervan gedrukt zijn op. Het zou een oproep zijn voor kijkers die iets met uitgeven hebben. Maak een volgende druk. Ja, dat lijkt me verstandig. Ja. Dan gaan we er weer een eind aan. Ik wou net zeggen, daar spreken we af. Nieuwe druk van John Veskes, druk 2. Dames en heren, dank u wel. Dank u wel. Volgende boek. Ik zeg het niet, hoor. Nee. Ik ga het niet zeggen. Ik ga geen kut zeggen. Kijk, dat is weer een mooi einde. Dat bedoel ik. Nou, even pauze. Ja.